Hi, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb dit keer een verjaardagsvideo voor jullie. Een verjaardagsvideo houdt in. Ik ben jarig geweest in deze week. Het is nu zondag en ik was 14 februari jarig. Ik wil eerst even beginnen met jullie echt heel erg bedanken met alle lieve berichten die ik gehad heb. Met alle felicitaties, alle mooie woorden, lieve wensen. En, ja, dat heeft me heel veel goeds gedaan. Ik ben zelf altijd, moet ik eerlijk toegeven, heel bescheiden altijd met het vieren van een verjaardag. Ik heb er niet zo heel veel mee, maar meer gewoon om iedereen samen te brengen, dingen te regelen en te organiseren. Daar heb ik altijd nooit zoveel zin in ofzo. Ik ben er gewoon lui in, denk ik. Maar ik zou heel erg zeggen, dat is me deze week vreselijk mislukt. Ik heb het echt al 4 keer gevierd ofzo en nu ben ik op dit moment in Burgum bij mijn ouders. Waarom? Omdat mijn broertje is jarig geweest in januari en we vierden het gewoon samen. Maar dan kan oma bijvoorbeeld ook even komen. En meer vrienden en familie hier uit Friesland kunnen dan even langskomen. Eerst ga ik jullie even laten zien hoe het afgelopen dinsdag was. Toen was ik jarig, toen werd ik verrast door Laura. Die heeft mijn ouders gebeld en Funda. En toen hebben we het heel leuk gevierd bij Pasta e Basta. Dus die beelden laat ik eerst even zien. En dan aansluitend een video in Burgum. Het is een nieuwe dag. Het is vandaag Valentijnsdag. En dat betekent... It is Burgum! It's the birthday! It's the birthday of the beach, baby! Woo! Dus ik ben vandaag jarig en het is inmiddels al een avond. We hebben gewoon de hele dag eigenlijk gechilled. En het is ook gewoon dinsdag, dus we hebben vooral eigenlijk administratie gedaan achter, een beetje geëdit achter. En nou is het tijd om te gaan eten! We gaan lekker uit eten voor Fred's 30ste verjaardag. Oeh. En waar gaan wij heen? Bij Pasta e Basta met z'n viertjes. Yes! Met Ryan, Luca, Fredje, ikzelf. En dat is een heel lekker Italiaanse restaurant waar ze ook zingen. Dus dat is spiegelgracht, toch? Kleine spiegelgracht. Ja, volgens mij ook. Ja. Dat is echt een heel leuk restaurant. Feliciteerd voor de 1000ste keer. Ah, dat is Maar we nemen jullie zometeen gewoon mee naar het restaurantje. Oh. Wat is het ding? Wat is het ding? Wat is die ding? Oh, ik weet wat is die ding! Wat is die ding? Wat is die ding? Daar is die ding dan, wat is die ding? Hey! Ik weet wat is die ding. Heb jij lekker getraind? Dan loop jij blij te doen. Doe je jas uit dan! Happy birthday! Je moet toch wel even zo meteen aan gaan uit eten, gaan we even op. Fleek wezen. Al fleekie uit eten. Yes, ik hou zoveel van jullie. Ik denk dat deze sneakers gaat. Heel gelukkig gaat worden. Oh echt? Dat denk ik wel. Ik had serieus? Dit dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel echt dat heel gelukkig gaat worden. Zeg. Ik ben sowieso al heel gelukkig met dit. Oh my god. Oh my god. Oh my god, deze zijn echt fantastisch. Oh my god. Ik denk, ik ga het ook lijnen, maar dat kan wow. Ik wel. Ja? Tik hem aan. Keihard. Eerste verjaardagscadeau in de pocket! Heel doof, heel doof. Ik heb namelijk ook een heel vet cadeautje voor. Hoezo heb jij? Cadeau. Maar dat volgt nog. Sorry Fred, dit zijn wel echt dat je denkt. Hoe is het verder met die Nike's van je? Met deze schoenen dan. Oké, we zijn in Da City. En we gaan eerst even een drankje doen bij Café De Duif. Nee, Café Heuvel. Prinsengracht. Hoe kom ik bij... Oh. Ik weet het al. Oh, de duivel. Wat hip op je bent. We gaan naar Café De Heuvel. Daar gaan we eerst even een drankje doen. Gaan we eerst een drinken. Alvorens wij Vitello Tonnato gaan eten. Ja, want ze werken daar met shifts. Het is nu nog... Te vroeg. Om te gaan. Oké, we zijn dus nu in Café De Heuvel. En ik loop hier naar binnen. En ik zie serieus ineens Funda zitten. En ik kijk Funda aan en ik denk echt... Hoe kan dit? Zit mijn moeder ernaast? En mijn vader? Dus ik ben toch een beetje mijn verjaardag aan het vieren hier. Nou, helemaal. Het gaat echt goed vieren. Wat leuk dat jullie er zijn. Echt. Oh, dat vind ik heel tof. Heel tof. Oké, we zijn aangekomen bij Pasta e Basta. Lieve mensen. Echt uitgezien naar deze avond. Ja. Omdat, om te vieren wat er zo bijzonder is. En ik ben er zeker van dat het een heerlijke avond is. Proost, nog vele jaren. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Cheers. Cheers. Cheers, schat.
gegrilde groenten met quarto eitjes en een spinata romana en coppa di parma. Wat top. Eet smakelijk. Dankjewel. Lekker. Romantic evening. Let's set the atmosphere. So as you might know, we're not only gonna serve you wine and pastas. Dankjewel. Je bent jarig, je bent 30 geworden. Van harte gefeliciteerd, want superleuk dat je dat hier komt vieren. We gaan speciaal voor jou natuurlijk een lied zingen. En in het bijzonder door dus een duet gezongen door Denise en Michael. Bass behind the piano with True Colors. Fredje! Oh, dit is zo'n mooi liedje dit. True Colors. But I see your true colors shine. I see your true colors. And these boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Alright, girl power. I can't get it out of. Mijn vader heeft een Focus. En het Focus ligt op dit bord. Ik focus dan ook op Fred. Dan is er één die hier heel blij van wordt. Oké, Toetje ligt inmiddels aan tafel. Wij gaan even eten. Hoezo twee? Nou, ik word hier ook blij van hoor. Zeer gelukkig. Word jij hier? Oké, wij zijn thuis. Home, sweet home. Van een geweldige avond. Dankjewel, lieverd. Graag gedaan. Mede mogelijk gemaakt door jou. Het is je gegund. Nou, dit is mijn realiteit in de vroege morgen. Zo werd ik dus wakker. Oude cow like this. Op naar stap 2. Oké. Stap 2. Shower. Stap 3. Jullie denken dat ik deze pet gewoon voor de smoothness draag. Ook een klein beetje. Maar ik draag hem gewoon om mijn haar te kunnen doen. Jullie weten hoe mijn haar is. Het valt gewoon naar voren. Het is een soort van... Dus wat doe ik? Ik klap het dubbel en dan doe ik minstens een half uur, drie kwartier een pet op. En dan blijft het mooi plat zitten en dan doe ik er straks een klein beetje haarlak in. En dan heb ik mijn koep. Hey. Stap 4. I'm done. Let the party begin. Ik ben weer op mijn gelukkigst. Ja hoor, het is een stuk zelfgebakken appeltaart. Oh mijn god, jongens, ik zou echt serieus willen dat jullie het konden proeven, want het is echt de beste ever. Hallo Poes. Poes heeft de beste persoon gevonden op deze verjaardag. Dag oma. Daar zit ze weer. Dag zuster van mij. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Jeroentje, hoe oud zijn we geworden? 28 al? Ben je met zo'n oude vent getrouwd alweer? Ja, ik weet van de kinderen wel. Dan zit ik beneden. Dag mis. Ja? Ja, kon je aan. Hallo. Hey Guus. Je hebt echt heel erg je beste gedaan om dit uit te zoeken, Toeke, toch? Nou, kijk eens aan, jongen. Je uitzet. Ja. Oh, je hoeft hier nooit af te wachten. 20 stuks. Kijk, en dan hoort je natuurlijk ook nog wat bij. Ja. Potverdikkie. Het is echt porselein, jongens. Het is porselein. Het is gewoon helemaal wit. Oh, jongen, wat een verwennerij. Ik kan er wat leuks van. Nou, ik zou het voorzichtig openmaken, maar mama wil het graag bewaren.
Dit wil ze bewaren. Had je willen vloggen? Ik gooi dat ding zo meteen stuk als je allemaal van die rare dingen gaat zeggen. Zeker, die kan in ieder geval mooi hangen. Dit moment was zo leuk in Oostenrijk afgelopen jaar. Zo. Zijn trouwens allemaal uit Oostenrijk. Kijk hoe bruin we daar allemaal zijn trouwens. Ja, en hoe wit we nu zijn. Mijn moeders is altijd vreselijk verzorgend voor alle lekkernij op de tafel. Dus Gustavo en zijn vriendin hebben heerlijke pastijtjes gemaakt. Ik zie jou. Ach, whatever. Ik wil door. Europa, zo. Nou, je hebt alles. Kom hier. Ik heb een vrouw. Ja, ik jij hebt niks? Nee. Dan moet ik weer mijn ballen delen, man? Ja. Oh, jongen. Nou, ik mag toch wel 1 of 2. Nou, hoeveel heb ik er nog? Eentje. Ik heb er... Nee. Nee, ik vind het goed zo. Is smakelijk. Inmiddels zijn we beland in de avond en is oma al naar huis en de anderen zijn inmiddels naar huis. Maarten heeft zich ingeruild voor een andere setting mensen. De vrienden van mijn broertje die zijn er inmiddels. Wouter is gekomen, Janesh en Martijn zijn gekomen. Die ken ik echt nog van heel lang geleden uit Leeuwarden. En we gaan zo meteen eten, dus de hele tafel die is gedekt. Ik ga jullie eventjes laten zien. En we gaan hier zo meteen eten. Deze geweldige, lieve, nee niet lieve, de liefste vader heeft samen met de geweldigste moeder hebben zij gisteren in de keuken gestaan. En zij hebben gisteren lasagne zitten bouwen en zitten maken. En inmiddels staat het op tafel. Ik ga jullie even laten zien wie Martijn en Janesh zijn. Ik ga jullie lekker niet voorbereiden, dus jullie mogen jezelf even voorstellen. Jij mag wel beginnen. Ik ben Janesh, hallo. Hoi, ik ben Martijn, hallo. En waar ken ik jullie van? Ik ken jou nu dus al ons halve leven. Ja, dat klopt. Daar zijn wij net 8 gekomen. Ik ben nu 30 en ik ken hem serieus al vanaf mijn 15e, 16e. 30? Yes. Ja, heftig hè? Halve leven. Ja. En jou? Ja, toen we heel klein waren. Ja, dat wisten we nog niet. Heel klein. Wij hebben echt met elkaar gespeeld vroeger in Friesland. In het Friese Loon. Yes. Kindje Nesek, Bartje. Ja, waarschijnlijk. Leo, ik moet jou even aanspreken. Vertel. Jij verweet mij vorige week wat. Van, je had ergens een lasagne gegeten. Die bijna op gelijke voet stond. Ja. Ja. En ik moet zeggen, dat moet dan voor de ander een geweldig compliment zijn. En dat heeft mij geprikkeld om deze extra lekker, nog... Hij is heerlijk. Dus ik heb erg mijn best gedaan. Met liefde. Maar dat komt vooral door jouw opmerking, anders was hij zo lekker wat. Dankjewel, Steen. Nou. Echt lief. Proost. Oh, nee, maar je mag ze wel even staan. Ja, als ze brak zijn. Jongens, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan is nu... aangebroken. Ja, je was op 7 uur al, hè? Ja, toen begon we al met van we gaan. Zo leren. Dag, Gens. Leuk het gehad. Ja, dat is je dag. Lekker. Jij dan. Dus ik heb echt heel erg genoten van vandaag. Ik ben echt heel blij dat iedereen gekomen is. Dat we het echt leuk hebben gehad. Dus dat was de verjaardag in Bruggen. Doei. Janesh, Martijn. Dank jullie wel dat jullie er waren. Doei. Nee, we gaan niet online zetten dit. Hij knipt er toch altijd in. Vonden jullie hem leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Zijn jullie nieuwsgierig naar meer beelden? Check dit kanaal van deze chick hier. En we zien jullie in de volgende video. Volgende video weer. Yes. Yes. Ik ben geslapen, ik ben kapot. Ik ben ook kapot. Slaap lekker aan, lul. Ik ben 30. Ik ben nu echt een volwassen vent. Je bent gewoon 30. Jezus. Vanaf je 30 begint het leven pas echt. 30 baby. Cause you're the end of the day. Yeah, yeah, you and me. Okay guys. Ciao. Na na na, put your hands in the air if you're fucking tonight.